Hey iedereen, welkom bij Vlogmasdag 21. Het is vandaag maandag 21 december en het is 10 uur. Ik ben net wakker. Ik heb alvast eventjes mijn trui aangedaan, maar ik chill hem nog even in mijn pyjama broek. Ik heb een heel klein beetje last van een hoest, maar ik ga dadelijk nog een theetje zetten en dan zal het vast wel overgaan. Het is een heel druilerige dag vandaag. Het ziet er heel bewolkt uit. Het heeft ook geregend, want de straten zijn helemaal nat. Maar ja, ik moet vandaag ook weer werken van 1:15 tot 6. Op maandag zijn we dus ook nu open voor kerst nog. Enkel dus in de namiddag van 1:15 tot 6. En vandaag zijn we ook maar met 3 op het werk. Dus ik ben wel benieuwd of het vandaag drukker wordt, want gisteren was het best wel rustig. Gisteren was zondag. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga eventjes een ontbijtje maken. En ik denk dat ik gewoon weer voor cornflakes ga. Ik zet nog een beetje afwas van gisteren. Omdat ik gisteren thee had gedronken. Dus ik had mijn kopje nog niet afgewassen. Maar ik ga dadelijk de afwas doen als ik ontbeten heb. Dan kan ik alles in één keer afwassen. En ga ik dus ook even thee zetten. Om even voor mijn keel wat warm te maken. Melk. En voor de rest staat er niets op de planning. Voor morgen ga ik denk ik weer een Q&A doen in de vlog. Omdat ik van 9 tot 6 moet werken. Ik moet eigenlijk de hele week nog best wel veel werken. Dus morgen van 9 tot 6. En woensdag van 9:45 tot 5. Dus het zijn best wel dagen dat ik vroeg moet beginnen. Dus ik denk dat ik die wat ga opvullen met een Q&A of gewoon kletsen of iets in die trant. Maar dan weten jullie dat alvast. Ik ga nu dus mijn ontbijtje maken en een theetje zetten. En dan, ja, best. Zo, ik heb jullie weer eventjes in de badkamerkast gezet. Ik ga mijn make-up doen. Ik heb deze keer wel mijn kwasten meegenomen voor mijn make-up. Ik heb net mijn lippenbalsem opgedaan. En ik ga beginnen met mijn concealer. Ik ben de finale van MasterChef aan het kijken. MasterChef Australia van 2017. Ik en Elvin hebben eigenlijk bijna alle afleveringen samengekeken. Maar Elvin had de finale al gezien, dus die ben ik nu aan het kijken. Het is echt super spannend, maar ik ga hem wel niet meer af kunnen kijken, omdat ik dadelijk naar het werk moet vertrekken. Dus dan moet ik die een andere keer verder kijken. Ik heb heel goed geslapen, maar ondanks dat ik goed geslapen heb, ben ik precies echt nog super moe. Ik vind dat ik er ook echt heel moe uitzie. Dus een beetje extra concealer. Nee, ik voel me echt helemaal niet uitgerust. Terwijl ik echt op tijd ben gaan slapen. Mijn vlog was op tijd klaar. Dus ik ben echt niet laat gaan slapen. Ik denk dat het 11:30 was. Dus dat is voor mijn doen echt niet laat. Maar ik weet niet, ik ben echt
moe. Ik hoop dat dat dadelijk overgaat als ik op het werk ben. Dat het gewoon lekker druk is. En dat ik me gewoon kan bezighouden de hele tijd. Dan gaat dat wel over. Ik gebruik trouwens voor mijn wenkbrauwen nog steeds mijn geliefde Anastasia borsteltje. Ik vind die nog steeds het allerfijnste om mijn wenkbrauwen mee bij te tekenen. Dat is gewoon het allerstrakste. Dan vind ik deze fijner dan die van Vera Camilla. Omdat dit borsteltje gewoon dunner is en preciezer. Die van Vera Camilla is iets dikker. Ook fijn, maar niet zo precies. En ik teken ze graag heel netjes bij. Ik ben echt benieuwd hoe lang ik nog met deze pomade ga doen. Ik heb hem nu al zo lang. Zo. Dan mijn wenkbrauwgel. Ik ben weer helemaal van de wenkbrauwgel op dagelijkse basis gebruiken. Echt heerlijk. Ik was gewoon vergeten hoe fijn het was dat je wenkbrauwen echt, echt perfect blijven zitten de hele dag. Zonder dat de haartjes gaan verplaatsen. Ik heb van mezelf echt wel borstelige wenkbrauwen. Als ik ze nooit zou harsen of epileren, dan heb ik echt hele borstelige wenkbrauwen. Daarom dat ik ze ook altijd laat doen. Anders ziet het er gewoon niet mooi uit. Ik sta trouwens nog steeds in mijn pyjama broek. Mijn broek nog aan doen. En dan eindig ik met parfum, uiteraard. De Mademoiselle van Zara. Ik ga ook eventjes mijn staart opnieuw doen, want die is helemaal rommelig van het liggen op de zetel. Mijn make-up is dan, dan ga ik me ook aankleden en dan zo meteen vertrekken naar het werk. Het is al tijd voor vakje 21. Een eitje en nog drie dagen tot kerstavond. Smakelijk! Ja, dank je! Ik had net het stukje gefilmd dat ik mijn adventskalender open, maar mijn camera was helemaal niet aan het filmen. Dus ik heb het er al uitgehaald. Het was dus vakje 21, die zat hier zo. En er zit een leuk notitieboekje in, One Wish a Day notebook. Ik ga die denk ik in mijn matcha planner steken. Als ik van die kleine notitietjes wil noteren, kan ik dat in dit boekje doen. Er staat ook zo een leuke voorpagina. En dan heb je ook op verschillende pagina's zo van die leuke quotes. Dus dit is echt super schattig. En ja, dat was dus vakje 21. Maar helaas staat hij niet op film. Omdat ik dus helemaal niet aan het filmen was. Er scheelt eigenlijk iets met mijn camera. Het is ondertussen 7:30. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. Ik heb gegeten. Een lekker warme douche genomen. En ik ga vandaag heel vroeg mijn bed in kruipen. Ik ga nog snel deze vlog bewerken. En dan ga ik slapen. Want vandaag was een super drukke dag en morgen moet ik al om 8 uur beginnen in plaats van om 9 uur. Dus ik wil echt vroeg mijn bed in en mijn hoest is ook nog niet helemaal weg, dus dat is best vervelend. Dus ik wil gewoon goed mijn rust hebben. En mijn uren voor de hele week zijn wat aangepast. Ik heb deze week 35 uren. Normaal gezien, mijn contract is een 18 uren contract. Normaal had ik voor deze week, omdat het druk wordt, een 25 uren contract. Maar omdat we denken dat het zo extreem druk gaat worden en we het anders niet gedraaid gaan krijgen, heb ik een 35 uren week. Wel super leuk. Even pittig. Maar het is nog dit weekje en ja, dat komt wel goed. Maar ik wil dus echt heel vroeg gaan slapen. Ik wil dat ik binnen een uurtje zeker in bed lig. Dus mijn uren, morgen moet ik dus van 8 uur tot 6. Woensdag van 9 uur tot 6. Donderdag van 9:45 tot 6. Dan kerstdag zijn we uiteraard gesloten. En dan zaterdag de 26e van 10:45 tot 6. En dan zondag de 27e vrij, want dan zijn we ook dicht. Dus het wordt even een pittig weekje. De vlogs gaan eventjes voor de komende paar dagen wat korter zijn. Maar kerst film ik ook sowieso.
Dus ik neem jullie gewoon mee, telkens op de momenten wanneer dat het mogelijk is. Ik hoop dat je de vlog met van vandaag leuk vond. Vergeet zeker niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel erg snel weer in de volgende vlogmas. Doei!